waar wil je liever geblesseerd raken? Dus wil je liever een blessure aan je knie? Dan moet je meer naar de haklanden gaan. Wil je liever een blessure aan je Achillespees? Dan naar de voorvoetlanden gaan, zeg maar. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoe kun je slimmer hardlopen met wearables. Voorvoetlanding, lichtjes lopen en niet te grote passen nemen. Het internet staat bol van de tips om een betere hardloper te worden en blessures te voorkomen. Maar in hoeverre wordt het gebruik van wearables ondersteund door wetenschappelijke studies? En hoe kun je deze inzetten voor praktische aanbevelingen tijdens het hardlopen? We vragen het onze special guest, sportwetenschapper, fysiek trainer en atleet Bas van Horen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Daar zijn we weer. Ja. Weer een aflevering met een bijzondere gast dit keer. Ja. We gaan weer een bijzondere onderzoeker spreken zometeen. In dit geval Bas van Horen. Een hardloopwetenschapper, wiens naam al bijna 2 jaar, denk ik, op onze redactielijst staat. Voordat we hem... hij is al bij ons. Bas, goedemorgen. Hey Bas. Goedemorgen. Hi. Fijn dat je er bent. Leuk dat je te gast bent in onze podcast. Ik heb een traditie dat ik dan even leun op Jurgen om jou even voor te laten stellen. Jurgen, wie is Bas van Horen? Bas is collega-schrijver in Sportgericht. Het vakblad voor trainers en... coaches. Ja. En daar lees ik met veel... liefde vaak zijn stukken die best wel breed zijn. De ene keer gaat het over blessures, de andere keer over VO2 max en of je dat bij je sporthorloge kan afleiden. Dan weer over motorisch leren. Ik weet een beetje wat Bas allemaal aan het doen is. Vrij breed georiënteerd. Aan de andere kant ben ik ook proefpersoon bij hem geweest. Ah. Namelijk, gaan we het ook nog wel over hebben. Voor onderzoek naar blessures met speciale zooltjes. En vandaar dat we een beetje contact ook hebben gehad over dat onderzoek. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het er ook voor staat. Ja, ik zeg al bijna de zooltjes met sensoren. Want ik weet niet of, volgens mij hebben we het ook on-air daarover gehad. We hebben het zeker off-air daar veel over. Je hebt ze hier liggen of niet? Ja, ik heb ze meegenomen. Dat zijn deze zooltjes. Ja, ziet eruit als gewoon een schoenzooltje met een elektrode eraan. Maar goed, daar zit wel wat elektronica natuurlijk in. Nou, zullen we daar gewoon mee aftrappen? Ja. Bas? Wat heeft Jurgen hier op zijn schoot liggen? Wat gaat het meten en in het kader van welk onderzoek? Nou, dus in het kader van een van mijn promotieonderzoeken. En dat zijn zooltjes die zijn ontwikkeld door Atogear. De zooltjes zelf heten Arion, een bedrijf in Eindhoven. Ja. En wat die zooltjes eigenlijk meten is gewoon druk. Met 8 druksensoren zitten in dat zooltje. En op de zijkant, dat is dat witte dingetje wat Jurgen in zijn handen heeft. Dat kun je op de zijkant van je schoen draaien. En daar zit eigenlijk een versnellingsmeter onder andere in. Een gyroscoop, temperatuurmeter zit er ook nog in. Dat wordt gekoppeld aan een app. En met die app kun je dus, door dat te koppelen aan die zooltjes, eigenlijk heel veel dingen meten tijdens het hardlopen. En wordt er ook real-time feedback gegeven op je looptechniek, als het ware. Wow. Dus wat we met het onderzoek ook willen doen, is gewoon kijken, krijgen mensen die met die zooltjes lopen, krijgen die nou minder blessures? Dan gaan die meer vooruit in hun sportprestatie of hardloopprestatie? Dan mensen die ook met die zooltjes lopen, maar gewoon geen feedback krijgen op hun looppatroon. Aha, dus je doet specifiek onderzoek naar de feedback van de data of de meting. Dus niet zozeer het zooltje zelf, want het is inderdaad een vrij plat zooltje. Dit doet verder niks aan de stand van je voet of je benen. Het gaat erom als je feedback... En wat voor soort feedback kan de app mij dan geven?
Wat dan nu geïmplementeerd is eigenlijk, binnen de app, daar zitten bepaalde algoritmes in die eigenlijk een schatting maken van hoe hoog is de belasting op bepaalde structuren in je lichaam. Mm-hmm. Op basis van, ja, dat zijn inverse dynamica algoritmes, heet dat eigenlijk, die ze in het bedrijf hebben ontwikkeld. En ook wat correlaties in de literatuur gerapporteerd zijn. Dus bijvoorbeeld als je een hele hoge paslengte hebt, of een heel grote paslengte, en een heel nadrukkelijke haklanding, dan weten we uit de literatuur dat je eigenlijk waarschijnlijk best wel een hoge belasting op je knie krijgt. Ja. En op die manier probeert je zooltje dat dus een beetje bij te sturen van, oké, dan ga je wat kortere paslengte bijvoorbeeld maken, dus je pasfrequentie wat verhogen, dan weer de belasting op de knie een beetje omlaag proberen te krijgen. Ja, ja. En hetzelfde als je helemaal op je voorvoeten zou landen, heel erg veel nadrukkelijk, dat meet dat zooltje ook. Daar weten we ook al uit de literatuur dat bijvoorbeeld je risico op achillespeesblessures heel erg verhoogt. En daar gaat je ook een beetje sturen naar een net wat ander looppatroon. Dus dat is eigenlijk heel simpel gezegd wat de zooltjes doen. Wat tof. En doet hij dat tijdens het lopen of doe ik dat als ik thuis kom en dan zegt de app tegen mij, nou, ik heb jouw loopjes bekeken, volgende keer probeer eens A, B of C. Nee, dat is dus wel het mooie aan dit product. Er zijn heel veel wearables op de markt die gewoon achteraf een soort van samenvatting geven. Ja, dit is je looptechniek geweest. En hier, zoek maar even wat je ermee moet doen. Mm-hmm. En ja, bij dit zooltje krijg je dus echt real-time tijdens het lopen feedback. Op basis van, ja, er wordt een soort van zone ingesteld waarin je dan moet zitten. En als je een beetje buiten die zone komt, dan gaat hij eigenlijk feedback geven om je pasfrequentie te verhogen of te verlagen, om maar even een voorbeeld te geven. Ah, cool. Goed. Laten we eens even checken bij de proefpersoon. Ja. Jurgen, hoe is dit Ja, gedaan? Dat is interessant, want ik ben natuurlijk, dat vind ik wel meteen een mooie haak hier, want ik ben zelf ook benieuwd hoe het onderzoek gaat. Ik heb natuurlijk braaf inderdaad aangekondigd, ik doe mee aan het onderzoek. Hebben ja, we al je hebt je aangemeld. Ja. Zoltjes opgestuurd gekregen. Geïnstalleerd, een beetje gedoe gehad, maar dat geeft al meteen aan van hoe lastig dit soort onderzoeken in het veld zullen zijn. De app te downloaden. Ik ruik er even aan, Bas. Volgens mij zit er nog niet zoveel zweet in, of wel? Uiteindelijk is dat, heb ik ze gebruikt, zeker, is het gelukt. Alleen ja, toen sloeg deels de fysieke malheur toe. Dat was deels blessures, deels ik kreeg last van mijn ogen natuurlijk. Ik kon niet meer eigenlijk voldoen aan de voorwaarden die werden gesteld aan de proefpersonen. En die waren namelijk 2 keer per week lopen, minimaal 12 kilometer totaal. En ik merkte gewoon, ja, op een gegeven moment lukte het mij dat niet, omdat ik misschien nog maar 1 keer per week of zelfs minder ging lopen. Ja, en dan krijg je het. Waar haalde ik toen mijn motivatie nog vandaan om proefpersoon te blijven? Dus daarmee is voor mij het onderzoek ook gestopt ergens. Heb je toen die zultjes uit je schoenen gehaald? Ja. Waarom? Merkte je iets van? Omdat ik ze, nou ja, daar ben ik dan ook eerlijk. Ja, weet je, je moet ze toch erin leggen sowieso, want ik... Het was ook niet dat ik elke keer ging hardlopen met die zooltjes, omdat je dan ook je telefoon moet meenemen. En dan heb jij niet standaard? Nee. Oké. Okay. Dat vind ik ook, ja, dat moet je niet extra... Nou ja, dan merk je dus dat, denk ik, dat je... Ik ben benieuwd, ben ik de enige die is afgehaakt op deze manier? Of zijn dit vaker de feedback die je krijgt van het aantal proefpersonen die meedoen aan jouw studie? Van met hoeveel mensen ben je begonnen en hoeveel doen er inmiddels nog mee aan de studie, Bas? We zijn met zo'n 210 mensen begonnen aan het onderzoek. Er is één afgehaakt. Alleen Jurgen afgehaakt. Was het maar zo. Nou, helaas zijn er best wel wat mensen afgehaakt. In eerste instantie omdat ze de app gewoon niet aan de praat kregen. Ja. En daarna inderdaad zijn er ook wel mensen die het onderzoek wel hebben afgerond. En ik weet niet van iedereen of ze dan nu nog door willen gaan met het zooltje. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die bijvoorbeeld een lab nog hebben gemeten. Daar kunnen we misschien zo nog over praten. Ja. Maar die dan inderdaad ook aangaan van ja, ik vond het wel leuk om mee te doen aan onderzoek. Maar ik ga nu niet met die zooltjes lopen. Want het is gewoon te veel gedoe om dat ding steeds op te laden. Zooltjes te wisselen als ik een schoenen wissel. Inderdaad telefoon meenemen. Dus dat zijn natuurlijk ja, niet per se alleen voor deze wearable. Maar het algemeen wel problemen bij wearables. Dat je echt... Ja, je moet dan soms toch wel wat extra's voor doen. En dan is de vraag, ja, levert dat wat op ten opzichte van de moeite die je erin moet steken? Ja, precies. Dan ga ik zo aan Jurgen vragen. Maar ik vond het wel leuk. Jurgen bekende mij dit vanmorgen. Die zei, dat is wel pijnlijk, want ik heb dat niet zo goed gedaan. Ik zei, nou, breng mij in de podcast. Ja. Want er luisteren inmiddels veel collega-wetenschappers van jou, Bas. En dit is natuurlijk waar elke sportwetenschapper mee te dealen heeft. Hè? Hoe hou ik mijn onderzoekspopulatie betrokken en aan? Heb je ooit wel de feedback zoals Bas die beschrijft gekregen? Nee, ja, dat is het gekregen. Andere. Ik heb volgens mij een aantal controleruns gedaan. Ja. Maar ik meen namelijk dat ik in de controlegroep zat. De groep die geen feedback kreeg.
En daarmee merkte ik ook al dat mijn motivatie... Want zo is het onderzoek opgezet, denk ik, Bas. Je had een groep zonder feedback en eentje met feedback. Klopt dat? Precies, ja. Ah, dus iedereen van die 210 mensen is gewoon gerandomiseerd in een van de twee groepen. En dan merkte ik, kwam ik thuis, dan heb ik natuurlijk de app meteen even gekeken. En hoe is mijn loopprofiel? Dan krijg je wat leuke getallen gezien. En je ziet inderdaad kleurtjes, een beetje de druk van jouw landing en afzet. Ja. Maar uiteindelijk denk ik, ik zou best wel had ik maar in die experimentele groep gezeten. Ja, nou ja, dan kan je ook. Jouw honger is niet gestild. Ja. Wat is de status nu van dit onderzoek? Loopt het nog? Heb je al resultaten? Kun je ons al iets vertellen van je bevindingen? Nou, helaas nog niet. Het loopt nog omdat gewoon inderdaad sommige mensen wat later zijn begonnen. Ze die app in eerste instantie niet aan de praat kregen. Dus we zijn eerst aan het wachten tot iedereen echt klaar is met het onderzoek. En misschien dat we nog wat meer mensen gaan includeren, omdat er dus ook zoveel mensen gestopt zijn. Ik baal een beetje van de inzet van mijn collega podcasthost, maar ik wil wel. Ja. Toch? Ja, wie weet komt er een tweede ronde binnenkort, waarin weer mensen deel kunnen nemen. Dan kan je dan alsnog deelnemen. Nou, laten wij die oproep hier ook in de podcast doen. Hetzelfde zeiden wij bij Peter Beek, de zwemprofessor. En daar kregen we allerlei aanmeldingen. En toen dacht ik, maar zo concreet was Peter niet. Maar jij bent wel heel concreet, dus laten we bij deze afspreken. Als jij proefpersonen zoekt, gebruik ons als kanaal en onze social media en onze mailinglijst. Dan gaan wij onder onze luisteraars proefpersonen werven. Ik wil zeker. Maar goed, zover is het nu dus nog niet. Laten we dan eens vragen, wat wil je testen, Bas? Welke hypothese heet dat dan, hè? Ga je valideren? Nou, zijn er eigenlijk twee hoofduitkomstmaten die we eigenlijk gaan onderzoeken en nog één bijkomstige zaak en dan nog wel een paar andere trouwens. Maar de hoofduitkomst is eigenlijk gewoon blessures. Dus krijgen mensen, als we dat zo van normaliseren, naar hoeveel tijd ze hebben gelopen ook. Mm-hmm. Dus krijgen mensen in de controlegroep per tijdsunit of per afstand die ze afleggen meer blessures dan de mensen in de controle of in de interventiegroep. Ja. Dat is dus de hoofduitkomstmaat. En we kijken ook nog naar de efficiëntie. En dat meten we voor een subgroepje van 40 mensen. Die zijn voorafgaand aan een onderzoek naar lab gekomen bij ons. Hebben ze ook 3D bewegingsanalyse gekregen of ondergaan als het ware. En tegelijkertijd met de gasmasker op. Ja, hebben jullie in de podcast wat vaker toegelicht. Ja. Dus inspanningstest als het ware. Ja. En gekeken naar hun zogenaamde running economy op verschillende snelheden. Ja. En daar gaan we dus ook kijken. Ja, gaan die mensen nou vooruit op basis van de feedback die die app geeft? Of ja, is daar misschien helemaal geen verandering in? Of misschien zelfs een achteruitgang als je aan techniek gaat zitten sleutelen? Dus dat is wat we als tweede uitkomstmaat. Dus je wil ze eigenlijk daadwerkelijk ook efficiënter laten lopen door middel van die feedback? En dan is er op de een of andere manier, zeg jij, als jij ook efficiënter loopt, dan zal ook het risico op blessures daarmee afnemen. Nee, het zijn twee verschillende uitkomsten. Is er een link tussen die twee voor jou wel? Of beschouw je dat als twee verschillende? Ja, dat is een interessant punt. Er zijn vanuit de literatuur toch wel suggesties dat misschien twee verschillende dingen zijn. Als je gaat kijken namelijk naar hoe mensen, gewoon als je een beginnende loper gaat testen, zeg maar, dan zie je dat ze vaak nog wel een looppatroon een beetje aan kunnen passen dat ze efficiënter gaan worden. Mm-hmm. Ze hebben een bepaalde curve die kun je creëren, bijvoorbeeld wat variaties in pasfrequentie. Dan zitten ze vaak net wat langere passen te maken dan eigenlijk het meest efficiënt voor hun is. Ja. Dan zie je bij beter getrainde lopers dat ze dat vaak wel al heel dicht bij die optimale punt zitten als het ware. Maar je kan je voorstellen, het lichaam kan dat redelijk goed dus inschatten. Wat is eigenlijk een beetje optimaal op een soort van acuut tijdspunt. Maar zo'n blessure, dat is iets wat niet heel acuut optreedt. En dus waarschijnlijk ook niet iets wat het lichaam heel effectief kan optimaliseren. En dat is dus waarschijnlijk een proces wat in die zin ook niet helemaal parallel loopt aan efficiëntie. Ja. Ik verwacht overigens wel dat op de lange termijn iets wat efficiënt is ook relatief weinig blessuregevoelig is. Maar het zijn niet per se dezelfde processen. Nee. Razend interessant. Balen dat we je eigenlijk dan toch, ondanks dat we 2 jaar hebben gewacht om je uit te nodigen, nog net iets te vroeg zijn voor de uitkomsten van dit onderzoek. Je refereerde net aan, ik doe dit ook bij de landmacht. Misschien kan ik daar zo nog iets over vertellen. Wat wil je daarover vertellen? Nee, bij lab bedoelde ik. Sorry, dat was dus een lab onderzoek. Ik verstond. Ik denk, misschien een of andere special forces. Ja. Maar nu, we hebben het over blessures. En we hebben het ook in vorige podcast wel eens, denk met Mariska van Sprundel bijvoorbeeld over haar boek over blessures voorkomen. Heel veel studies geweest, gedaan. Voor mij is het altijd samenvattend. Ja, of voorvoet, haklanding. Een paar risicofactoren
lichaamsgewicht. Zwaar, ja, zware lopers hebben een groter risico op. De andere is eenmaal een zwak punt of een blessure. Ja, dan een dikke kans dat hij daar dan weer terugkomt. Toch zeg jij eigenlijk van, nou, het zit toch wel misschien wel wat subtieler. Want inderdaad, haklanding en correlatie met knieproblemen en voorvoetlanding en misschien Achillespees. Hoe hard zijn voor jou eigenlijk die bewijzen, de evidence daarvoor? Ja, er zijn natuurlijk inderdaad, zoals je aangeeft, heel veel onderzoeken gedaan in de literatuur naar relatie tussen looptechniek en loopblessures. En inderdaad, wat het probleem vaak is, dat gewoon heel tegenstrijdige resultaten zijn. En dat komt waarschijnlijk onder andere doordat als je gewoon gaat kijken naar, dat heet die spatiotemporele parameters eigenlijk, dus contacttijd, paslengte, passequentie, dat dat niet een hele sterke relatie heeft met de belasting op structuur. Dus hoeveel belasting krijg je op je Achillespees of op je knieën of op je schenen, et cetera. En dat is dus ook iets waar ik dus ook weer in het lab naar ben aan het kijken, echt die interne belasting bekijken. En het andere probleem is erbij, het verschilt natuurlijk per blessures en per blessure. En als je veel van die onderzoekjes hebt gedaan, dan zijn misschien 60 mensen hebben dan deelgenomen of 100 mensen. En dan kan je blij zijn als je misschien 20 blessures hebt, maar dan heb je misschien 2 daarvan zijn een Achillespees blessure. Ja. En het is natuurlijk heel moeilijk om daar een relatie te vinden tussen hoe lopen die mensen en krijgen ze een Achillespees blessure. Ja, dat is de populatie te klein. Ja, precies. Wat zijn eigenlijk de meest voorkomende hardloopblessures die vanuit de literatuur? De meest voorkomende die opeens staat is patellofemorale pijnknachten eigenlijk. Dus een beetje achter je knieschijf eigenlijk. Dus een beetje je zou het heel simpel kunnen omschrijven als het botsen van je bovenbeen op de knieschijf als het ware. Dus de compressie die daartussen staat. Ja. Dat is de meest voorkomende klacht. En dan verschilt dan een beetje per onderzoek. Maar Achillespeesklachten zijn ook een heel veel voorkomende klacht die dan vaak op 2 staat. Scheenbeenklachten ook vaak 2, nummer 3. Dan heb je toch wel de meest voorkomende klachten. Ja, en er zijn natuurlijk nog wat andere klachten aan de voet en de heup, et cetera. En als ik jou dus net heel goed aandachtig beluister over spatiotemporele, wat een fantastische term, maar oftewel looptechniek, hè, de manier waarop je loopt, zeg je, er is niet, in ieder geval wetenschappelijk nog niet, een directe link aan te wijzen tussen looptechniek en die blessures. Maar dan ga ik denken, weten we dan überhaupt, jij noemde net de risicofactor gewicht, lichaamsgewicht, zijn er nog andere van dit soort factoren die verklarend zijn voor dit soort blessures? Nou, ook daar zijn dus weer heel veel onderzocht. En wat Jurgen terecht aangeeft, de allersterkste risicofactor voor een blessure is het hebben van een eerdere blessure. Maar daar heb je natuurlijk niet veel aan als aflopen, want dat wil je voorkomen. Ja. Dus dat is gewoon heel moeilijk. Wat wel een beetje een trend voor lijkt te zijn in veel artikelen, is gewoon als je een te grote paslengte als het ware hebt, dan heb je gewoon wat grotere klap als het ware, die vooral dus op je knieën krijgt. En wat hogere blessurerisico. Dus daar is wel iets over te zeggen dat je misschien dat gewoon moet aanpassen, dus wat bijsturen aan een hogere passequentie. En als je dat niet te veel doet, gaat het waarschijnlijk ook niet ten koste van je efficiëntie. Mm-hmm. En als je dan, net gaf Jurgen ook nog aan, bijvoorbeeld haklanding, voorvoetlanding, daar is heel veel discussie over. Heel veel mensen die vanuit de evolutie zeg maar geloven, je moet die voorvoet landen, want als je minder blessuregevoelig, heb je meer elastische energie, Achillespees ook nog efficiënter. Maar daar zien we eigenlijk ook gewoon dat het qua efficiëntie vrijwel niks uitmaakt. Dus je kan even goed op je hak landen en je voorvoet. En qua blessures is het veel meer de vraag, waar wil je liever geblesseerd raken? Dus wil je liever een blessure aan je knie, dan moet je meer naar de haklanden gaan. Wil je liever een blessure aan je Achillespees, dan maar naar de voorvoetlanden gaan, zeg maar. En netto gezien is er niet heel sterk bewijs momenteel dat het echt het absolute aantal blessures dan heel sterk verschilt tussen die twee looptechnieken. Cool. Deze interesse in hardloopblessures. Jij bent van huis uit gewoon een atleet, goede atleet. Ik heb nog even jouw PR's opgezocht. We hebben er eentje die een 10 kilometer onder het half uur heeft gelopen. Ja? Hè? Ja. Klopt toch, Bas, zag ik? De 29 minuten ooit en dan de 5 kilometer was ook meteen je snelste daar. In een hele interessante wedstrijd, de Indy. Ja, klopt. Dat was volgens mij de eerste wedstrijd ongeveer na corona die weer een beetje door kon gaan. Dus dat was wel leuk. Ik ging googlen. Is dat de Indy in Amsterdam of niet? Of is dat een... Ja. Waarbij... Nou ja, dan moet je even uitleggen. Wat is dit? Wat is hier interessant aan? Nou ja, laat Bas maar vertellen. Zoals ik het las, was het een hele... niet een normale wedstrijd, toch? Nee, het was...
ja, volgens mij gewoon opgezet door iemand, ik weet trouwens niet wie, maar het idee was gewoon inderdaad om een groep echt topatleten bij elkaar te krijgen. Volgens mij was het idee eerst namelijk dat er een NK 10 kilometer zou zijn, maar dat was afgelast. En toen hebben die organisator van de wedstrijd besloten van die Indie Run dan, nou weet je wat, we doen gewoon een alternatieve wedstrijd. En dan eigenlijk door een park waar er gewoon redelijk vlak is, één keer een heuveltje over. En gewoon knallen aan snelle tijd. En verder, ja, nauwelijks recreanten die meededen. Gewoon echt twee best wel sterke heats, zeg maar. Dus groepen, volgens mij was groep 1. Misschien moest je onder de 34 minuten hebben gelopen om deel te kunnen nemen. Groep 2 onder de 40, zeg maar eventjes wat. Dus het was wel een heel sterk veld eigenlijk, want de start stond. Dus het was wel een mooie wedstrijd. Ja, cool. Ja. Wanneer was het voor jou? Ja, na corona, dus dan de eerste keer? Ja, februari nu was dat. In ieder geval voor mij was het... Ja, er zijn wel crossjes geweest, maar de eerste wegwedstrijd voor mij was het. Maar nou komt natuurlijk de vraag, blessures, ken jij ze ook als begenadigd hardloper? Ja, ik heb bij workshops die ik zelf geef zo'n plaatje van mezelf, waar ik dan heb ingetekend waar ik een blessure heb gehad in rood. En dan is eigenlijk alle twee de benen zijn ongeveer helemaal rood gekleurd. Serieus? Ja? Dus dat geeft wel aan welke blessures ik heb gehad. Dus ik zeg altijd, of ik denk me altijd zo, voor mijn loopprestatie is dat uiteraard niet echt voordelig geweest. Maar ik probeer het positief in te zien. En voor mijn hardlopen, voor mijn, zeg maar, mijn wetenschappelijke carrière is het wel iets wat positief. In de zin dat ik gewoon die ervaring mee kan nemen. Ja. Vaak zelf uitgezocht wat blijkt nou uit de literatuur optimaal te zijn om van die blessure weer af te komen. Dat toe gaan passen, kijken, ja, klopt dat wel in de praktijk? Of misschien ervaar je dingen in de praktijk waar je dan weer gaat denken, ja, hoe zit dat nou wetenschappelijk? Dus in die zin is het wel leuk om daarmee bezig te zijn, maar ik had het natuurlijk liever niet gehad. Ja, maar zit daar een drijfveer voor jou achter? Want op jouw website, jij geeft workshops, je doet onderzoek. Jij bent trainer, je bent sport- of hardloopconsultant volgens mij. Is dat inderdaad iets waarvan je achterkomt, hey, de wetenschap schiet hier nog tekort? Of er is onvoldoende eigenlijk studies die vertaald kunnen worden naar de praktijk van de hardloper, dat je daardoor iets hebt van voor je promotieonderzoek nu met name, die zeggen, ja, dit is het onderwerp wat gewoon goed uitgezocht moet worden, want ja, hier profiteren alle lopers uiteindelijk van. Telt dat mee voor je? Ja, absoluut. Dus natuurlijk een stukje, ik denk in eerste instantie begonnen met eigen motivatie en misschien ook frustratie met bepaalde blessures. Maar ik vind het ook gewoon leuk om echt andere mensen daarin mee te helpen. Dus toch veel mensen die dan wel hier en daar een keer naar me toe komen van, ja, ik heb deze blessure en dan de orthopeed geweest die zegt, ik mag nooit meer sporten. Terwijl ik dan denk, ja, het staat gewoon nergens op. En dan als je gewoon deze en deze oefeningen doet, weet wel uit de literatuur dat je daar waarschijnlijk toch wel bovenop kan komen. Dus ja, dat vind ik wel ook wel leuk, zeg maar, om op die manier mensen mee te kunnen helpen. Maar ja, ook inderdaad, ik zie ook gewoon zelf de beperkingen, zeker in de literatuur. Dus daarom vind ik het gewoon leuk om bijvoorbeeld met zo'n draagbare technologie te kijken. Ja, hoe kunnen we daar nog mensen verder mee helpen om echt blessures te voorkomen en prestaties te verbeteren? Omdat ja, veel mensen natuurlijk tegenwoordig steeds meer alleen gaan sporten en geen coach meer hebben die daarbij kan sturen. Ja, want in het verleden, wat jij zegt, was een coach vaak het middel, de manier om mensen anders te laten lopen of in ieder geval te wijzen op een andere loopstijl en daardoor misschien blessurevrij te leren lopen. En nu zeg je, ja, nu moeten we gewoon profiteren van het feit dat die wearables steeds beter, slimmer, goedkoper waarschijnlijk ook worden. Daar zie jij echt wel mogelijkheden in? Ja, absoluut. Dus ik denk wat mij heel interessant lijkt gewoon, is twee zaken eigenlijk kunnen inschatten met zo'n wearable. En dat is namelijk de mechanische belasting op het lichaam en de, laat ik zeggen, fysiologische of metabole belasting op het lichaam. En met die metabole belasting bedoel ik dan bijvoorbeeld zaken zoals hoeveel energie verbruik je of simpelweg wat is je hartslag. Dus in welke zone moet je nou trainen, deze training en de volgende training. En mechanische belasting gaat dan voor mij meer over wat is bij deze training op dit moment de hoeveelheid schade die er aan je achillespees is opgetreden. Ja. Of aan je knie. En dat je daar ook weer bij kunt sturen van, als je dan heel veel data hebt verzameld en je weet dan bij deze grens is het zeer waarschijnlijk dat er een blessure gaat optreden, dan kun je het er gaan bijsturen om te zeggen, we weten dat voor achillespees schade bijvoorbeeld dat hoger wordt hoe sneller je gaat lopen. Of als je meer door zand gaat lopen omdat je meer op je voorvoet landt. Dat je dan zo'n ding een beetje bij kunt sturen. En dat kan gewoon in real time eigenlijk gedaan worden. En dat vind ik dus gewoon interessant om daar naartoe te werken in de toekomst. Dat je echt in real-time mensen advies kunt geven over hoe hard en waarom. Dus vanuit een prestatieoogpunt, maar ook vanuit een blessureoogpunt.
Ja, dus jij denkt dat in de toekomst, hè, nu heeft Jurgen nog gedoe met zoltjes en opladen, maar deze techniek zit straks gewoon in de volgende generatie slimme schoenen. Nou, dat zou me niet verbazen inderdaad. Er zijn natuurlijk wel nog heel veel problemen bij dat die zaken die vaak nu nog gemeten worden, ja, niet heel sterk relateren aan efficiëntie of blessures. Ja. En ook niet heel nauwkeurig gemeten kunnen worden. Dus dat zijn eerst zaken die zeker opgelost moeten worden. Maar ja, ik ben er dus ook zelf met mijn eigen onderzoek mee bezig om dat nauwkeurig te kunnen meten. Bijvoorbeeld die interne belasting en schade op bepaalde structuren. En als we dat dus kunnen, ja, dan is het een volgende stap om dat gewoon bij heel veel mensen te meten. Dan ja, helaas in eerste instantie nog kijken wanneer krijgen ze een blessure. Ja. Maar als we dat van genoeg mensen weten, dan weten we dus ook okay, bij welke opbouw van een belasting of bij welke grens van schade krijg je dus echt een blessure en moet je dus gaan bijsturen met zo'n app. Ho, wacht even. Eerst even dit. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je fiets schoon te maken? Direct nadat je hem gebruikt hebt natuurlijk. Dus meteen na het fietsen, gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met een zooddoek en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van Zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze Slimmer Presteren webshop of via zooschoon.nl. De truc is niet schoonmaken, maar schoonhouden. Dan ga ik even kritisch wetenschappelijk challengen in de naam van onze vaste sidekick die er vandaag niet bij is. Guido Vroeme hebben wij al, was sowieso regelmatig in de podcast, maar ook wel eens een specifieke aflevering over het duiden van data gehad. Ook over big data, wearables. En een van de dingen die hij graag zegt, vorige week nog in de aflevering, is, ja, maar weet je wat het is met al die data? Dat is een alle mensen op een grote hoop. Daar worden gemiddeldes uitgerekend. En als ik jou nu zo hoor zeggen, nou, dan weten we straks met big data bij hoeveel belasting jouw Achillespees kapot gaat. Wacht even, dat is de grote hoop. In hoeverre zou je ooit dat persoonlijk kunnen krijgen? Is dat haalbaar? Nee, dat is een heel goed punt. En daar ben ik ook absoluut met hem eens. Dus misschien kan ik daar een beetje meer op toelichten. Dus om een voorbeeld te geven. Dus wat ik bijvoorbeeld nu in het lab aan het doen ben, ik heb dus verschillende mensen gemeten op een loopband met krachtplaten eronder, 3D bewegingsanalyse, en dan kunnen we dus een redelijk nauwkeurige schatting maken van hoeveel kracht en hoeveel schade ontstaat er dus bijvoorbeeld op de Achillespees. En we hebben dat gelijk met die zoltjes. Heel even onderbreken, want je zit op een flow, ja. En je gebruikt voor de derde keer het woord schade, en ik dacht bij de eerste twee keer al, bedoel je nu gewoon ik meet hoeveel kracht erop komt en dat vertaal ik naar schade, of meet jij echt schade? Nee, we vertalen dat met een bepaalde factor hangen aan vast naar schade. Ja, ja, goed, even voor de verduidelijking. Ja. Dus we hebben dan die schade bijvoorbeeld kunnen we schatten. We hebben tegelijkertijd die mensen met die zooltjes laten lopen. En dan kunnen we een zogenaamd neuraal netwerk trainen om op basis van de data die het zooltje meet, de druk, te schatten wat is dan de schade. Zodat als mensen buiten lopen, ze het ook real-time die schade kunnen weten. Maar wat inderdaad de beperking daarbij is, we kunnen het dan wel meten, maar de hoeveelheid schade die optreedt, hangt inderdaad af van de kracht die op een bepaald oppervlakte terechtkomt. Dus als je een grotere dwarsdoorsnede hebt van je bot bijvoorbeeld, is de stress als het ware op die bot is een stuk kleiner. Mm-hmm, ja. Dus wat ik verwacht in de toekomst, als we dat echt nauwkeurig willen maken, dan moet je misschien, ik zeg maar wat, één keer de maand, als je ergens naar een soort van fysio gaat, die met echo een scan maakt van je Achillespees en even de stijfheid meet, wat bijvoorbeeld heel belangrijk is voor hoeveel lengteverandering treedt er bij de Achillespees op, dus hoeveel schade. Die een scan maakt van je dijbeen of van je scheenbeen. Dus dan weten we de dwarsdoorsnede, dat voel je in je app. En dan heb je dus in die zin een gepersonaliseerd model, wat dus rekening houdt met, ja, dit ben jij, je hebt zoveel gelopen. Misschien kun je nog wat invoeren over hoe snel herstel je op basis van je hartslag of op basis van andere dingen die je scant. En dat zal wel nodig zijn om het inderdaad echt bruikbaar te maken. Want ik denk dat we met gemiddeldes kom je inderdaad niet heel ver wat dat betreft. Ja. Nu, jij praat al over neuraal netwerk, algoritme eerder, vanuit de app, zeg maar. Daar wordt altijd gezegd, ja, we weten nooit precies hoe dat werkt, zeg maar. Of het is geheim van de fabrikant vaak. In hoeverre speelt dat dan ook nog weer een rol dat fabrikanten die willen natuurlijk een product gaan verkopen en geven dus niet alles prijs van hoe zij dingen berekenen. Zit dat elkaar niet een beetje in de weg uiteindelijk?
Ja, dat is ook wel de discussie die ik natuurlijk vaak met het bedrijf heb. Ik ben een wetenschapper, dus ik heb zoiets. Ik wil alles wat ik publiceer en iedere keuze daarachter wil ik gewoon ergens opschrijven en toegankelijk maken. Zodat de toekomst daar ook mee aan de slag kan en kan controleren van, ja, zijn we het daarmee eens? En we gunnen ze natuurlijk vanuit het bedrijfsoogpunt veel voordeliger om dat niet openbaar te maken. Want dan kan de concurrent daarmee aan de slag. Ja. Dus dat is altijd een beetje de middenweg die je moet vinden tussen die twee zaken als het ware. Ja. Ik schrik wel een beetje van dit toekomstbeeld wat je schetst. Ja. Want even een compliment tussendoor, Bas. Ik snap helemaal waarom Jurgen zo fan van je is. Want je praat er fantastisch over en heel rijk en heel goed uitgelegd. Maar daardoor zie ik ook wel een plaatje voor me. Ik denk, ja, maar al die stappen om dan wat? Ja, misschien een apparaatje te hebben wat mij vertelt, je moet iets minder trainen. Maar dan denk ik aan mijn co-host die had zeggen, ja, maar dat voel je toch ook wel. Ja, dat ben ik. Maar jij bent natuurlijk niet vies van de gadgets. Want... Hey, ik ben dol op gadgets, ik ben ook realist. Maar die vraag wil ik bij jou neerleggen, Bas. Het is bijna wetenschappelijk filosofisch. In hoeverre, hoe ver willen we gaan om kennis te creëren die we misschien eigenlijk intrinsiek al lang weten? Nou, ik denk dat dat wel een interessant punt is, want ik vraag me dat zelf, of ik krijg zelf ook vaak de vraag, in hoeverre train ik nou met wearables bijvoorbeeld? En voor mij is dan vaak het punt, er zijn meer case studies, maar dat in de literatuur dat je wel terugziet aan mensen die net beginnen met hardlopen, dat die gewoon niet heel goed aanvoelen. Nee, die hebben dat gevoel natuurlijk niet. Precies, en ik denk dat het vooral voor die groep dus zinvol gaat zijn om zoiets te introduceren, maar voor iemand die gewoon al heel veel traint, inclusief mezelf, ja, dan denk ik ook dat je dat in ieder geval zeker momenteel nog veel beter aanvoelt dan welke wearable dan ook. Wellicht dat het over 20 jaar, dat ze iets bij kunnen dragen, weet ik niet, maar helemaal vervangen voor een heel goed getrainde loper, weet ik niet, maar ik denk wel een combinatie van zo'n objectieve en subjectieve metingen. Dat is toch ook wel de consensus uit de literatuur, dat dat vaak beter is dan alleen een objectieve of alleen een subjectieve meting. Mooi, ja, je hebt mijn brein verrijkt. Want inderdaad, ik zit dat meteen toe te passen op de loopcommunity die ik al ken. Denk, ja, weet ik al. Maar inderdaad, dit gaat helemaal terug naar onze eerste aflevering, waarin wij zeggen, joh, een vermogensmeter op de fiets heb je niet nodig, want dat voel je aan. Ja, dat klopt. Als je een paar duizenden kilometers gefietst hebt, ja. Maar als je net begint. Dus dit is inderdaad wel interessant als we het dan toch hebben in deze podcast over beweegarmoede en de hele mensheid aan sport te krijgen. Ja. En dan inderdaad niet blessuren, niet meteen blessuren. En die toch al veel op hun telefoon zitten. Ja. Nou, je telefoon kun je ook daarvoor. Je gadget. Ja. Ja, er zijn wel leuke case studies bijvoorbeeld. Eentje met hardlopers. Hebben ze volgens mij 1 iemand of zo gemeten die echt net begon. Ja. En dan gezegd, ga maar eens echt een zware inspanning doen hardlopen. Ja, dat dan die persoon dus gevraagd met zo'n RPE-schaal. Ja, voelt het zwaar? Ja, voel heel zwaar aan. Hartslag gemeten. Ja, dat was dan een soort van gemiddeld zware hartslag. Dus dat geeft een beetje aan dat er niet altijd zo'n perfecte match is bij mensen die net beginnen tussen wat is nou echt zwaar. Mooi. Subjectief en objectief echt zwaar voor iemand. Dan andersom mooi kan natuurlijk inzicht. Ook. En daar kan gevoel dan inderdaad bij helpen, vind ik dan altijd wel. Dat maakt ons dan wel dommer. Maar ja, aan de andere kant, ooit lazen we allemaal de kaart en wisten we precies waar we waren in het land. En nu zeggen we gewoon Google Maps, waar is het blauwe stipje? En laten we ons leiden door de techniek. Ja, maar ik vind dit wel interessant. Want het gevoel inderdaad, hoe vaak voel je toch niet een pijntje opkomen, ook bij mezelf. Ja. En dan loop ik er toch mee door. En nu zou de app dan tegen jou zeggen, ja, en dan ben ik benieuwd hoe dan inderdaad, hoe dat dan gaat. Dan krijg je toch die waarschuwing van die app. Krijg je niet, want je bent controlegroep. Ja, precies. Maar dat ik dan in gesprek ga bijna van, moet ik nou luisteren, ja of nee? Nou ja, ik voel dat toch beter aan. Want dat is toch nog steeds, ook ervaren lopers krijgen blessures. Bas, volgens mij ben jij ook een tijdje even uit de running, as we speak. Ja, klopt. Dus en precies met dat idee dus. Ja, je voelt iets kleins en dat gaat 9 van de 10 keer gaat dat goed. Dan denk je, ja, ik loop nog een dagje door en dan trekt het weer weg. Ja. En in dit geval was het dus gewoon dat het niet wegtrok en alleen maar meer werd. En ja, dan kan het dus hopelijk inderdaad in de toekomst wel zinvol zijn om dan een app te hebben die objectief zegt van ja, je hebt al zoveel trainingen op deze snelheid of wat dan ook gedaan. Er is zoveel schade op die structuur opgelopen. Doe misschien maar eens een paar dagen rustig aan of een dagje rustig aan. Ja. Gewoon geen intervaltrainingen. En ik hoop dat we daar in de toekomst naartoe kunnen gaan. Ja, als een vroege waarschuwing. Eigen ja. ervaring. Ik train natuurlijk nu met Guido met de HRV voor Training app. Ik moet je bekennen, die zei mij gisteren in het rood, limit your intensity today.
Maar ik heb toch gewoon gedaan wat de trainer zei. Sorry Guido, als je dit hoort. Dus er zijn natuurlijk een hele hoop factoren die ons gedrag beïnvloeden. Dus, welke je net naar luistert. Ik wil even een brug slaan. Want dit onderzoek is fascinerend. Maar we moeten je nog een keer terugbellen, begrijp ik. Om de uitslagen te horen. Ja. Jij hebt op dit moment oortjes in je oren. En zo kwamen we erop. Luister je wel eens naar de Slimmer Presteren podcast. En toen zei je ja, want ik ben nu geblesseerd. Daardoor wist Jurgen dat. En daardoor luister ik nu podcast. Toen dacht ik, hey, dat is grappig, want ik luister juist podcast als ik ga hardlopen. En nou heb jij daar onderzoek naar gedaan. En dan noemen we maar even koptelefoon een wearable. Ja. Vertel eens ons iets meer. Wat heb je uitgezocht? Nou, we hebben gewoon gekeken als we mensen met muziek laten lopen. Dus eerst een passequentie meten. En als die passequentie even in mijn hoofd onder de 170 stappen per minuut was, misschien nog lager zelfs, hebben we tegen die mensen gezegd, oké, dan mag je een onderzoek meedoen. Want we weten dat als je echt zo'n lage passequentie hebt, dat dat toch wel een risicofactor is voor verschillende blessures. En je waarschijnlijk onder je optimale, efficiënte pasfrequentie zit als het ware. Dus twee redenen om die pasfrequentie wat te gaan verhogen. En hebben dan gekeken, kunnen we dat gewoon met lopen met muziek nou verhogen? Dus als we gewoon dan een muziekritme opzetten, wat bijvoorbeeld 170 of 180 stappen per minuut is, met de instructie van, ga op die beat van de muziek lopen, gaan mensen dan inderdaad die pasfrequentie verhogen. En? Ja. En inderdaad, dan zien we terug dat de mensen vrijwel direct als ze met muziek gaan lopen, meteen die eerste trainingssessie die passequentie verhogen. Dat ze er ook meerdere trainingssessies vasthouden als ze lopen met muziek. En ook als ze daarna weer worden getest zonder lopen met muziek, houden ze nog steeds die passequentie vast. En wat ik nou ook wel interessant vond daarbij, is dat de hartslag niet is toegenomen en de snelheid ook niet. Dus mensen kunnen gewoon op dezelfde snelheid blijven lopen. Het gaat niet ten koste van die metabole belasting. Nee. Maar de mechanische belasting op de knie wordt dus waarschijnlijk wel lager. En dat is dus vanuit een blessureoogpunt waarschijnlijk voordelig. En je hebt, wat ik hoor in je onderzoek of in je interventie, niet alleen muziek gegeven, maar ook een instructie. Heb je toevallig nog een controlegroep gehad die je alleen muziek gaf en geen instructie? Of is dat geen doel van je onderzoek? Dat hebben we inderdaad hier niet gedaan. Dat hebben we wel als beperking nadrukkelijk genoemd. Dus dat is voor ons ook de vraag. Als mensen inderdaad niet die instructie krijgen en ze gaan gewoon maar een beetje met muziek lopen, wat natuurlijk de mensen standaard doen, heeft het dan ook zijn effect? En dat, ik durf het niet te zeggen. Ik weet het niet. Maar even puur praktisch. Die muziek die is dan geselecteerd op pak een beetje 180 bpm of zo? Ja. Ja. En hadden dan de proefpersonen nog keus in de muziek? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige deuntjes ze verschrikkelijk vinden en andere weer lekkere muziek. Mochten ze wel, hadden een soort database waaruit ze hun favoriete muziek met die bepaalde BPM konden halen? Dat hebben we besproken, maar dat was met de tijd die we toen hadden helaas niet haalbaar. Dus het was inderdaad voor sommige mensen misschien wat minder leuke muziek, voor andere mensen wat leukere muziek. Maar dat is op zich iets wat je natuurlijk wel makkelijk zelf zou kunnen doen. Dat je gewoon een lijstje maakt en dan wat leukere nummers erin zet. Ja, en nu is natuurlijk de vraag, want hoe lang hebben ze dit programma gevolgd? Volgens mij was het niet zo lang hoor. Iets van 7 weken of zo. Maar het verschilt een beetje. Dat is een randomized baseline design heet dat. Dus iedere proefpersoon heeft een andere duur van iedere fase, zeg maar. En ultiem is natuurlijk, deze mensen blijf je volgen om te zien of ze inderdaad die hogere cadans blijven volgen, blijven gebruiken. Ja. En B, denk ik, of zij minder blessures gaan krijgen, of het risico op blessures verlaagt. Precies, en dat eerste punt hebben we dus een paar weken gedaan en dan zagen we niet echt een heel duidelijke trend dat die cadans terugging naar het beginniveau, zeg maar. Dus ik denk, en er zijn wat andere onderzoeken die wat langer termijn hebben onderzocht, een paar maanden, dat redelijk stabiel zal blijven. Blessures is wel interessant, hè, want we hadden niet heel veel mensen, volgens mij 7 mensen. Het is een heel klein onderzoekje maar gedaan. Maar we zagen wel dat een van de mensen gestopt is vanwege een kuitblessure. Dus dat geeft toch weer aan, als je inderdaad wat gaat veranderen aan de looptechniek en je denkt, dit is een bepaalde risicofactor. Dat is inderdaad zo'n te lage passequentie is een risicofactor voor knieblessures waarschijnlijk. Ja. Maar als je dat dus gaat verhogen, misschien wat meer voorvoet landen, heb je dus weer kans op kuitblessures. En dat zie je bij andere onderzoeken dus ook weer een beetje terug, dat die trend een beetje terugkomt. Ja, want als ik terugdenk aan het gesprek wat wij met jouw collega hardloopwetenschapper Wouter Hoogkamer hadden, die vertelde bij ons in de podcast, het lichaam zoekt zijn eigen favoriete frequentie. Tegelijkertijd hoor ik jou nu zeggen, Jurgen zegt het, maar jij bevestigt het richting die 180. Ik heb ook wel eens gelezen, dat is ook wel een soort fabel, dat je per se cadans 180 moet lopen. Jij zei dat ook niet op Bas, jij zei onder de 170 is echt te groot. Kun je ons nog iets meer vertellen over deze hele dynamiek rondom cadans? Want ik heb het idee dat mensen zich soms dwingen tot een cadans, terwijl dat niet hoeft.
Nee, dat is wel een heel goed punt. Dus dat getal 180 komt eigenlijk van een coach die Jack Daniels heet. Die heeft gewoon een keer wat mensen in een competitie zitten tellen van wat is nou de pasfrequentie. En dan zie je inderdaad als bij topatleten, als die boven de 20 per uur lopen, dat het minimaal 180 passen per minuut is. Ja. En op basis daarvan komt dan vaak de richtlijn, ja, dat moet iedereen dus gaan doen. Ja. Maar dat slaat natuurlijk nergens op als je op 10 per uur bent aan het lopen, om dan met 180 passen per minuut te lopen. Misschien om daar al mee te beginnen. En inderdaad, de meeste mensen pakken dus al ongeveer die optimale pasfrequentie. En dat verschilt dus tussen individuen. Dat ligt weer aan je beenlengte, aan de massa van je benen. Als je wat grotere en langere benen hebt, dan is een wat tragere passequentie voor jou eigenlijk efficiënter. Dus dan is het ook niet heel voordelig om maar naar die 180 of nog hoger te gaan streven. Er is dus geen één ideaal getal van iedereen moet 180 lopen. Maar je ziet dus wel in de meeste onderzoeken dat de meeste, zeker beginnende atleten, die zitten vaak wat meer aan de langere kant. Dus net wat te lange paslengte, overstriding als het ware. Dus als je daar wat een toename laat krijgen in paslengte, dat misschien voordelig kan zijn qua efficiëntie. En misschien nog een keer qua verminderd blessurerisico. Ja, exact. Want ik herken dit wel als tip vanuit de looptrainingen. Hè? Ja. Verhoog je pasfrequentie maar wat. Ja. Maar we moeten dus oppassen met de algemene wijsheid dat het naar die 180 moet. Ja, ik zat gewoon, dit zijn twee onderzoeken uit jouw hele promotieonderzoek, denk ik. Allemaal onderdeel van. Hoe ver ben jij in dat hele traject? En welke onderzoeken staan er nog meer op stapel? Ja, is er nog een andere vette wearable waar we Bas van Horen over gaan volgen? Nou, ik heb nog 3 maanden te gaan. Dus dat is niet heel lang uiteraard. Ik heb nog heel veel onderzoekjes lopen. Maar waar we ook bijvoorbeeld nu mee bezig zijn qua wearables. Wellicht kennen jullie dat ook wel. Is op basis van de zogenaamde detrended fluctuation analysis van de hartslagvariabiliteit. Ja. Dus eigenlijk een... Wacht even, deze knippen we even heel rustig op in termen. De detrended, zeg je? Ja, fluctuation analysis. Iets dus... waar denk ik de meeste luisteraars niet te veel moeten blijven afgehaakt. Hangen. Dus we hebben fluctuering van... De HRV. Van de hartslagvariabiliteit, daar hebben we het vaker over gehad. Ja. Ja. En die meet je dan, in dit geval normaal wordt die vaak in rust gemeten, om te kijken hoe moet je zeg maar deze dag gaan trainen. Ja. Wat wij nu doen is het tijdens inspanning meten. En dat gaat niet met heel veel banden, maar bijvoorbeeld de Polar H10, die meet dat redelijk nauwkeurig. En dan doen we dus eigenlijk daar gewoon een bepaalde analysemethode over, om te kijken... wat we eigenlijk willen bepalen is, kunnen we met die methode de trainingzones bepalen? Dus een heel simpel 3-zone-model daaraan vast gaan hangen. Ja. En er zijn wat onderzoekers die dat al een beetje gevalideerd hebben. Dan zou je dus eigenlijk op basis van 2 grenzen, namelijk een getal 0,75, als je daaronder komt, dan zit je eigenlijk in zone 2. Kom je onder de 0,5, dan zit je weer in die zone 3. En het voordeel van die methode ten opzichte van heel veel andere methodes is dat je geen maximale inspanningstest hoeft te doen. Dus je kan gewoon gaan lopen en gewoon die grens aanhouden. En dan zou je in ieder geval in theorie je trainingszones moeten bepalen. Nou heb ik er wat twijfels bij of dat lukt. Daar kunnen we misschien zo nog op wat terugkomen. Maar dat is een beetje het idee erachter. Ja. Dat is het idee. En de mensen die nu meer willen weten over zone 1, 2 en 3, die raad ik van harte aan om onze aflevering over de gepolariseerd trainen en de trainingszones te gaan luisteren. Plus over HRV hebben we ook een keer een aflevering. Ook een aflevering. Dus zijn allemaal onderwerpen waar je de diepte in kan. Ja. Laten we die links in de show notes zetten voor het gemak. Maar jij zegt, ik verwacht er niet zoveel van. Dat vind ik wel interessant. Want het idee zeg je dus eigenlijk, als ik heb geleerd in onze aflevering over hartslagvariabiliteit, het is een indicator van stress. Als er veel stress in het lichaam is, gaat de hartslagvariabiliteit omlaag. Is dat dan eigenlijk ook wat je hier probeert waar te nemen? Ja, dus wat we hier doen inderdaad, is we doen 1 keer een inspanningstest. De loopband gaat steeds harder als het ware. Ja. We meten dus met gasanalyse wanneer, waar zijn je drempels als het ware. Ja. En tegelijkertijd meten we dus die hartslagvariabiliteit. En er zijn al wat onderzoekers die dat al hebben gedaan, vooral bij fietsen. En dan lijkt dat in ieder geval op groepsniveau redelijk overeen te komen. Sterker nog, best wel goed overeen te komen. Alleen, wat mijn eigen ervaring is, vind ik het leuk om soms die dingen uit te proberen. Als je vermoeid bent, dat helemaal niet meer zo goed overeenkomt. En ik denk juist dat het in zo'n vermoeide situatie weer juist feedback daar is hebben. Belangrijk, waar moet ik gaan trainen? Hoe hard moet ik trainen? Ja. En dus wat we hebben gedaan, we hebben dan na die eerste ramp test, als het ware, hebben we 5 minuten rust. En direct daarna nog een tweede keer. En dan zie je dus dat die, wat eerste resultaat in ieder geval, dat de drempels zeg maar op basis van de gasanalyse redelijk overeen komen met die eerste keer. Dus niet heel veel effect van vermoeidheid. Maar bij die hartslagvariabiliteit zie je eigenlijk vrijwel als het beginnen, vooral bij ongetrainde personen dan, dat die gewoon heel erg onderdrukt is. Bij getrainde personen komt die weer heel snel bovenop.
Maar dus daar is het ook weer een beetje een beperking van. Je kunt niet waarschijnlijk zo'n één grens aanhouden en dan altijd maar daarop lopen. Want dan ga je dus, als je vermoeid bent, moet je echt heel rustig gaan lopen. Ja, nou, dit, als je hier nog proefpersonen verzoekt, dan hoef ik niet hoor. 2 keer remtest achter elkaar, vreselijk. Dan werk ik later nog een keer. Ja, en dan zegt Jurgen altijd, weer wetenschapsfilosofie, zo'n remtest is eigenlijk een motivatietest. Hè? Ja. Dus hoe isoleer je dat effect er nou weer uit? Nou, maakt voor dit onderzoek niet uit natuurlijk, want je bent op zoek naar die lagere drempels. Ja. Ja. Mooi. Nou, misschien nog even dat laatste onderzoek toch kort even nog benoemen. Ook wat jij beschreef in Sportgericht over sporthorloges. Ja. Die met alle fancy informatie tegenwoordig komen tot aan VO2 max toe. Ja. En hoe betrouwbaar is dat? Ja, goed punt. Dat is ook een leuke samenwerking geweest met Duitse collega's. En ook iets wat ik zelf weer een keer heb geobserveerd, zeg maar. Dus ik zag ook, mijn Garmin gaf daar aan het VO2 max. En bij mij kwam het toevallig heel goed overeen met een inspanningstest. Dus ik dacht, dat is wel apart eigenlijk. Ja, knap dat hij dat kan. Ja, precies. Dus we dachten, ja, laten we dat gewoon een keer goed gaan uitzoeken. Echt wat mensen in het lab meten en dan ook 2 keer meten, dat we echt zeker weten dat we de VO2 max hebben. En ook daar weer 2 RAMS protocollen, zeg maar, achter elkaar, dat we echt de VO2 max hebben. Dus het echte gouden standaard. En dan tussendoor mensen laten lopen met die wearable, een beetje intervaltraining ook nog tussendoor doen, op basis van de richtlijnen die de fabrikant geeft. En dan gewoon vergelijken, nou, hoe ver komt die VO2 max, die wordt geschat op basis van die Garmin horloge in dit geval, overeen met wat we in het lab meten. En dan zag je, ik weet even niet met exacte getallen, maar op groepsniveau dat het best wel redelijk overeen kwam. En dat zie je bij veel onderzoeken terug. Maar als je dan op individueel niveau gaat kijken, dat er best nog wel een flinke afwijking kan zitten. Dus ja, ook daar is vooral de vraag, wat wil je ermee gaan doen? En daar zitten we heel veel andere beperkingen natuurlijk aan. Maar dat kunnen we of zo bespreken of een andere keer later. Ja, nee, helder. Maar dit, ik moet eraan denken, we hebben dit in de aflevering over inspanningstesten ook met Guido besproken. En die zegt ook dit, hè, gemiddeld klopt het wel. Ja. Maar een van de dingen waar die Garmin geen idee van heeft, is je loopeconomie. En als je die net wat anders is dan gemiddeld, dan klopt die waarde al niet meer. Ja. Precies, ja. Dus we zagen daar gewoon heel grote verschillen tussen individuen. Wat we ook zagen, weet ik niet of het nou goed om ga zeggen, maar volgens mij dat het bij, hoe fitter je bent, wordt het natuurlijk meer onderschat. En hoe minder fit je bent, hoe meer het overschat. Want we hebben natuurlijk een gemiddelde groep, zeg maar, gemeten. Je meet niet heel vaak echt topsporters. En ook niet echte couchpotatoes. Die zijn ook moeilijk om het lab te krijgen. Ja. Dus vandaar dat je dan veel meer naar een gemiddelde neigt te gaan op de schatting. En weet jij toevallig, en ik kan me voorstellen dat je dit niet weet, want niet, omdat het niet bekend is, maar weet jij of bijvoorbeeld Garmin, die bij jou en bij mij en inmiddels bij Jurgen van Tevelen dat allemaal meet, of die daar een soort zelflerend algoritme hebben liggen, zodat het wel beter zou worden, of niet? Nee, want je kan natuurlijk niet cross-valideren. Nee, precies. Ik denk dat dat het probleem is. Ze moeten eerst die gouden standaard hebben en dan kun je ze een raal netwerk trainen. Ja, oké. Okay. Nou, dus dat even als waarschuwing, want we zeiden toen al, we krijgen die vraag ook best wel vaak van luisteraars. Hoe goed is nou die VO2 max op mijn horloge? Mwah. Het is een indicatie. Ja. Maar je zou het verwachten dat Garmin zelf continu met onderzoeken bezig is in het lab, VO2 max. Ja, moeten we Garmin. Ja, ik heb er een keer een kort gesprek met Garmin over gehad, toevallig. Toen hebben ze dat, die onderzoekjes gelezen, zeg maar, van dat hardlopen met muziek en ook deze. En toevallig een keer een meeting gehad. En het verbaasde mij toen ze ook aangaven daar, we zijn eigenlijk helemaal niet zoveel met onderzoek bezig. We helpen wel ons bij onderzoeken, zeg maar, in de zin van dat we wat dingen aan kunnen passen aan onze wearables, zodat het voor de onderzoekers beter geschikt is. Maar echt onderzoekers uitvoeren doen ze blijkbaar helemaal niet zoveel. Nee. Dus dat vond ik ook wel grappig of apart om te horen eigenlijk. Ja, daar moeten we maar niet te cynisch over worden. Maar we gewoon kastjes verkopen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Precies, ja. Dat is natuurlijk het doel van zo'n bedrijf. Ja, ja, ja. Hey Bas, een paar slotvragen. Jij bent zelf fanatiek atleet. Nou, zal jij alleen in singlets lopen, maar misschien ga je af en toe wel eens een rustige duur doen, dat je dan een shirt aandoet. We hebben natuurlijk het strakke, slimmer presteren sportshirt. Mogen we die een naar je opsturen? Jazeker, leuk. Ja, leuk hè. Dat is cadeau voor onze gast. Ik bedenk me opeens Tim Takker. 2 weken geleden zijn we vergeten die te geven. Sturen we nog na, Tim. Doen we. Ja. En de andere exclusieve recht wat je hebt, is een recht wat ook vrienden van de show hebben. Voor iedereen die nu luistert en denkt, wat is dat? Ga eens kijken op vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Daar kun je voor slechts 1 kop koffie in de maand vriend worden. En als je dat wordt, krijg je toegang tot onze exclusieve Slimmer Presteren podcast Strava Club.
Maar ja, een andere manier om in die club te komen is door te gast te zijn in de Slimmer Presteren podcast. Dus Bas, bij deze zou ik jou graag van harte willen uitnodigen voor die Strava Club. Zodat wij ons kunnen vergapen en verlekkeren aan, als je straks weer van je blessure af bent, de geweldige trainingen en tempo's die jij loopt. Doe je aan Strava? Ik zet wel mijn trainingen erop. Maar ik kijk er verder zelden op van. Ik volg wel eens hier wat mensen, maar ik doe er niet heel veel mee. Je krijgt van mij, als jij lid wordt van die club, altijd een duimpje. Daar, I pride myself in it om veel duimpjes in de Slimmer Presteren podcast club uit te delen. Dat vind ik leuk. Dus cool, dan kunnen we via die weg in ieder geval jou nog in de gaten houden. Ja, en je zegt het net al, nog 2-3 maanden tot jouw promotie is dan klaar, denk ik. Dan zou die klaar moeten zijn. Laten we daarop precies. Nou, we gaan je nauwlettend in de gaten houden. En we hebben hier natuurlijk al nog een soort open haakje liggen. Dat we toch nog even willen weten wat nou de conclusie was van die soldiers en die feedback. Dus als er nou veel vragen van kijkers en luisteraars komen. Ben je bereid om nog een keer terug te komen? Jazeker. Ja, tof. Ik denk gewoon de Slimmer Presteren podcast tijdens zijn promotie. Lijkt me mooi. Oh, dat we er naartoe gaan? Ja. Kan. Ja, we willen vaker op pad, hè? En, dat zal in Maastricht zijn, toch, Bas? Die promotie. Ja, precies. Jullie zijn altijd welkom om langs te komen, We zullen het plannen. Wat een plannen. Ja. Houd in de gaten. Nou, veel succes in ieder geval de laatste maanden. Dank voor je tijd vandaag. En laat ik nog één keer hier op het einde al die nieuwe luisteraars uit het netwerk van Bas van Horen, omdat hij dit natuurlijk op zijn LinkedIn-profiel heeft gezet, even uitleggen hoe je ons kan vinden en hoe je contact met ons kan maken. Dat kan op een aantal manieren. We zijn te vinden als de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Daar vind je van iedere aflevering een post. Die kun je liken, hartjes delen. Die kun je retweeten als je op Twitter zit. En daar kun je onder reageren met je vragen, opmerkingen. Dat kan je natuurlijk ook doen met een DM'tje naar ons. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je niet alleen deze aflevering met een unieke link waar je kan reageren. Maar daar vind je ook onze webshop. Als je nou zelf ook zo'n tof shirt wil, dan kan je dat zelf natuurlijk ook bestellen. Daar kun je ook reacties achterlaten. Of je kan ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. Voor al jouw vragen, aanvullingen, opmerkingen. Of eventueel suggesties voor leuke wetenschappers die we ook eens zouden moeten interviewen. Hè? En daarmee komen we helemaal tot het eind van alweer deze aflevering. We zijn lekker op weg. Ja. Seizoen 5 nadat ze eindigen. Nog 2 stappen te gaan. En dan gaan wij ook een kleine summer break houden. Maar we zijn in ieder geval volgende week weer terug. Bas, heel erg bedankt. Dankjewel Bas. Voor de uitnodiging. En we houden contact. Waarschijnlijk. Yes. Ja. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.